Je bent me tot nu toe elke keer ontsnapt. Maar ik geef het niet op. Ik zal ervoor zorgen dat ik vandaag, Conny, de meest vluchtige condor eindelijk vast zal kunnen leggen op een foto. Ja! Kom op, opa. Tegen die tijd zijn wij ook net zo oud. En we moeten op zoek naar alle vogels op deze lijst. Dan worden we automatisch ere-scout. Witverige, snelle dendrapagus, Amerikaanse torenvalk. Wat voor een onzin vogels zijn dat? Zie je nobele vogels, maar niet te vergelijken met Conny. Ze is een 25 kilo zware roofvogel en cameraschuw. Zij is mijn witte walvis. Ik dacht dat ze een vogel was. Ah, vergeet Conny maar. Ik weet dat ik alle vogels op die lijst kan vinden. Kijk, ik heb hier een foto van de zeldzame bruinharige aap. Het draait niet om de hoeveelheid. De kwaliteit is het belangrijkste. Ja, ja. Veel plezier met koekeloeren. Dag, opa. De steen die ik zoek is dichtbij. Maar ik kan er niet bij komen door al dit gevogelte. Verdwijn, jij halfgeschoren aap. Eindelijk. Mijn prijs, de legendarische rune der replicatie. Er zullen eindelijk genoeg van mij zijn om de wereld in te richten zoals ik dat wil. Verbonden met de activeringssteen die ik al bezit, zal ik tweemaal zo krachtig zijn. Ja! Welkom, mede-heks. Het is er genoeg om met je samen te werken, mede-heks. Ja! Moet je zien, ik heb een hele hoop foto's. Oeps, zo te zien zat mijn duim ervoor bij deze. Geen van die foto's zijn goed. Wat? Kijk die van mij, die is goed, hè? Heb je echt maar twee foto's gemaakt? Kwaliteit boven kwantiteit, zoals opa zei. Nou, we zullen wel eens zien hoe goed ik ben met deze camera na een upgrade. Geen upgrade? Weet je, ik heb Upgrade al een tijdje niet meer gezien. Misschien heeft de Omnitrix genoeg van al dat vals spelen. Ik speel niet vals! Jij bent gewoon veel te goed in alle dingen. Ah, wat lief dat je dat zegt. Nou, in dat geval vind je het niet erg als ik wat snelle foto's ga nemen, toch? Later! Hey! Lachen! Wedstrijd voorbij! Voor jou misschien? Deze foto's zijn onscherp. Wat? Dat ziet er niet natuurlijk uit. Stop! Wow, deze grot is best wel groot. Ik begrijp alleen niet waar het licht vandaan komt. Wacht eens. Oh! Het is een verlaten baby donder. Ik maak de foto. Wacht, maak hem niet bang. Dit is serieus. We kunnen hem niet achterlaten. Zijn jullie gekomen om mijn plannen weer eens te dwarsbomen? Heks! Kwam dat maffe licht van jou? Het was niet echt hekspectaculair. Die was echt slecht. We zullen zien hoe sterk jouw gevoel voor humor is tegenover de kracht van de oude. Wat is dat? Een of andere magische bonensteen? Blijf op, letterknul. Wat? Twee heksen? Jak! Jak, inderdaad. Deze bescheiden grot was de rustplaats van de lang vergeten rune der replicatie. Wanneer het verbonden is met de activeringssteen in mijn bezit, kan ik elk aardsobject dat ik maar zou willen namaken. Inclusief mijzelf. Oh ja? Misschien moet je het eens proberen op mijn vuist. Dan kan ik... Nou, straks sta ik verschut. Hé, laat me gaan! Ik ben bang van niet. Vaarwel, aardsvijand. Oh! Wat doe jij nou weer? Ik zal degene zijn die hem afmaakt. Hij is mijn aardsvijand. Nee, hij is mijn aardsvijand. Oh, eindelijk! Wat maakt het uit wie van ons de klus klaart? Hebben wij tweeën dan niet hetzelfde doel? Hier is een antwoord op die brandende vraag. Ja, Gwen, maak dat je hier wegkomt. Doe ik. Eén van jouw onbenullige vormen zal het nooit redden tegenover de gezamenlijke macht van twee heksen. Dit is misschien toch moeilijker dan verwacht. Wees maar niet bang, dat is mijn neefje en hij is best wel sterk. Bisto, Anigorgo. Dit duurt veel te lang. Bisto, Anigorgo, een brandokaal. Dit is het einde voor jou, knul. Voor mij? Niet deze keer. Maar ik heb wel iets voor jou. Die voelde ik. Ik ben onverslaanbaar zolang ik mezelf help. En ik heb hier nog één met jullie namen. Gooi nog een keer, dan zien we wie geraakt wordt. Hey, patsers. Hou jullie eerst eens bezig met probleem nummer 1. Raak het af.
Ik wist wel dat ik het weer moest oplossen. Wat? De replicatiesteen! Ik heb hem! Oeps!